zijn misschien dood. Maar kalmeer toch eens. Wat is er precies gebeurd, Rietje? Ons leven hangt aan een zijden draadje. Maar nee, we hangen aan een wasdraad. Goh, ik ben nog helemaal duizelig van zo wond te dwaaien. Is dit nu wat ze bedoelen met hangjongeren? Dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat we hier zo snel mogelijk weg moeten geraken. Pas op! Hier kun je niet uitkijken, doodrijder! Excuseer, ik had u net gemist. Mag ik me even voorstellen? Theodor van de Put, begrafenisondernemer. Aangenaam! Een begrafenisondernemer? Dat vind ik niet zo aangenaam. Ja, ik begin hier een nieuwe zaak. Hier wonen veel dieren. Het wordt hier dus gevaarlijk. En dan vallen er doden. En dan word ik rijk. Steenrijk! Daar komt een meisje. Doe of je dood bent. Maar meisjeke, misschien kan zij ons helpen. Oei, hij zei nog. Dan word ik steenrijk en nu is hij steendood. Excuseer. Ah! Betty, wat is er gebeurd? Is ze... Nee, ze is niet dood. Ze is flauw gevallen toen ze mij zag. Ik ben Isidor van de Put. Ik zoek eigen lijk, mijn tweelingbroer Theodor. Ja, wij lijken op elkaar. Hebt u hem soms gezien? Ja, onderweg hier naartoe ben ik ingedommeld en toen ik wakker werd, was hij verdwenen. Verdwenen? Och, hij is misschien gewoon het hoekje om.